Mariaanse Delta. Land bedreigd door water, maar leefbaar en veilig door onze strijd tegen dat water. Dankzij de dijkversterkingen die we in de afgelopen 10 jaar hebben uitgevoerd, zijn onze dijken robuust en veilig, voor nu en in de toekomst. Wij hebben onze dijken vooral versterkt met steunbermen, damwanden en steenbekleding. En altijd met oog voor de omgeving. Een van de manieren om dijken te versterken is het bouwen van steunbermen. Dat hebben we op tal van plekken gedaan. Dijken en steunbermen kunnen op verschillende manieren zijn opgebouwd. Vaak hebben ze een kern van zand en een toplaag van klei. Dankzij die klei zijn ze bestand tegen erosie. Daardoor blijven ze stabiel, ook bij hoge waterstanden en hevige regenval. Voor al het grondwerk zetten onze aannemers groot materieel in. Toch is het bouwen van steunbermen ook precisiewerk. Met een geavanceerd GPS-systeem is, tot op de centimeter nauwkeurig, overal de vereiste hoogte berekend en bereikt. Waardoor bebouwing geen ruimte was voor een steunberm, versterkten we de dijk met reusachtige damwanden. Soms gebeurde dat op slechts 70 centimeter van woningen. Om verzakkingen en andere schade te voorkomen, verrichten we voortdurend metingen. Zo nodig namen we maatregelen. Waar dijken door rivierwater konden afkalven, zorgden we met stenen voor extra stevigheid. Eerst brachten we op deze dijken een laag stortstenen aan, soms rechtstreeks vanuit het ruim van een schip. Die stenen storten we op een kunststof doek dat voorkomt dat water de dijk wegspoelt. Na alles geëgaliseerd te hebben, bekleden we de dijk met zetstenen. Ook de zeeweringen hebben we aangepakt. Zo hebben we de zeedijk op de kop van Goeree opgehoogd en aan de landzijde verbreed. Anders dan bij de meeste rivierdijken was deze zeedijk overdekt met een laag asfalt. Die hebben we vervangen. Vervolgens hebben we daar zand overheen gestort, zodat de dijk één geheel vormt met het duingebied eromheen. Op de kop van Voorne bij Rokanje hebben we de zeewering eveneens versterkt. Met zand uit de Noordzee hebben we de stranden opgehoogd en een extra duinerij aangelegd. Bij alle werkzaamheden hadden we een scherp oog voor de omgeving. Zo voerden we zand, klei en stenen zoveel mogelijk aan over water. Dat is efficiënt en zorgt voor minder overlast dan transport over land. Als het nodig was, legden we tijdelijke wegen aan of zorgden we voor omleidingen als de bereikbaarheid door de werkzaamheden verminderde. Ook informeerden we bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden en overlegden met hen, zowel voor als tijdens de uitvoering. Bovendien hielden we voortdurend rekening met kwetsbare natuur. Bijvoorbeeld door werkwegen niet pal langs broedgebieden te leggen. Soms versterkten we de natuur zelfs. Zo hebben we op het eiland van Dordrecht een nieuw wetland gecreëerd door het afgraven van klei. En dankzij het gebruik van zeer voedselarm zeezand bij Rokanje is daar een nieuw duinmilieu ontstaan met bijzondere flora en fauna. Jaar werken aan dijken en andere waterkeringen in de Hollandse Delta. Hier en daar heeft het ons landschap zichtbaar veranderd.
Elders zijn de dijkversterkingen opgegaan in de omgeving. De omgeving die we, juist dankzij de dijkversterkingen, voor de komende 50 jaar droog en veilig houden. Voor iedereen.